De IDF, de Israëlische defensiemacht, is een van de sterkste legers in de wereld. Israël is maar een klein land met minder dan 8 miljoen inwoners en het heeft meer dan 60 jaar van oorlogen gekend. De invloed van deze enorme strijdmacht is voelbaar op elk onderdeel van de Israëlische samenleving. Op de politiek, de economie, de cultuur en de psyche van de bevolking. Meer dan 60 jaar na de oprichting van de staat Israël kent het land nog steeds geen vrede met de meeste van haar buren. Veel landen in het Midden-Oosten hebben zich nooit verzoend met het bestaan van Israël en hopen vurig dat het zal worden vernietigd. In welke mate wordt de staat Israël beheerst door de harde noodzaak van haar verdediging? En wat is de invloed op het leven van mensen die zo lang leven met het zwaard? ביום הזה העם כולו מחבק את כל האימהות של משפחת השכול הגדולה. אנחנו עם שוחר שלום ומתפלל לשלום. ידנו האחת מושטת לשלום לכל שכנינו החפצים בשלום, וידנו השנייה אוחזת בחרב דוד כדי להגן על עמנו נגד מבקשי נפשנו. Israël heeft in haar bijna 65 jaar bestaan talloze oorlogen gevoerd. Daarbij zijn zo'n 23.000 soldaten gesneuveld en er kwamen nog eens 2.500 burgers om bij terroristische aanvallen. Herdenken is een belangrijk onderdeel van de Israëlische samenleving. Vrijwel iedereen is daar emotioneel bij betrokken. Het laat zien dat het leger en de Israëlische samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Samar Rishon, Oz Ben Elisheva Bechaim, Lemishpachat Tzemach, Shemasar Nafisho. קדושת השם ונפל מות גיבורים בהגנת העם. עוז was heel erg rustige jongen met diepe wateren. Heel erg van koken hield, van sport hield, van vissen hield. Hij heeft op zijn middelbare school biotechnologie gestudeerd en wilde ook na het leger daarin verder. Toen de Libanon-oorlog uitbrak, toen was Oz al een commander in de tankdivisie. De oudste zoon zat in de buurt van de Gazastrip. Mijn tweede zoon werd opgeroepen ook naar Libanon toe. En mijn dochter, mijn oudste dochter, zat, die dus net 2 jaar jonger is dan Oz, die zat in Nablus. Dus Oz is gesneuveld met, die is geraakt door die Kornet, dat is een Russische antimissel raket. Die dus in handen is van de Hezbollah. En niet één, niet twee, een paar tientallen, duizenden van dit soort raketten. Volgens mij zeggen heeft Hezbollah geen enkele vijand, dus waarom ze die moeten hebben weet ik niet. Maar dat is dan weer een andere vraag. Onze kinderen worden opgevoed met het begrip dat we in staat moeten zijn onszelf te kunnen verdedigen tegen alle onheil wat boven het hoofd kan hangen. En ons land zonder leger eigenlijk tot vandaag de dag en spijtig zo
niet kan bestaan zonder leger. En zo zijn ook al mijn kinderen opgevoed en ook ons, dat het gewoon je plicht is om het land op zo'n manier te ondersteunen. Iedereen in deze samenleving heeft, bijna iedereen heeft zijn gedeelte aan dit leger gegeven. En de meesten komen gelukkig wel gezond in leven en lijven terug, maar een gedeelte daarvan niet. Op een of andere manier altijd mensen die je kent, vrienden van je, kinderen van vrienden van je, zijn zo met elkaar verweven allemaal hier. En je bent zelf een gedeelte van het leger. Ook al ben je dan het leger uit, je doet je reservedienst 2-3 keer per jaar. Het leger hier is geen leger, het is het volk wat het leger is. Every year, about Sarandi's birthday, 27th of October, we make a street ball. It's kind of basketball. About 100 teams will play for us. Children come from 9 and people until 78, 80 are going to play. It's a big happening. Het land kent een dienstplicht van 3 jaar voor jongens en 2 jaar voor meisjes. Vandaag gaat Nitsaan het leger in. Hij is 19 jaar en wordt door zijn ouders, broertje en zusjes uitgeleide gedaan. Today we came with our son that they going to join the army. It's a very emotion day, exciting day. I don't know how. What to say or what to do? I'm too nervous. It's a big day for us, for him. For me, it's a proud day. I was in the artillery. Actually, I left this service only 2 years ago as a reserve soldier. And he's a good successor after his father. I was also an officer in the artillery, and it comes out that the best thing for him, and he decided for it, to go to artillery as well. My father was in the artillery as well. So tradition is something that to be proud of. This is what I can say. I also feel nervous, I also feel insecure, but I know that he's going to be with good hands and the big stream will take him. I will miss him. Almost everyone is putting himself in danger, but it's in order to protect. I know thousands have made it before me, and I know I have to do my part for Israel, for the community. If there is a risk, I'll have to take it.